got the whole world in his hand. Met z'n allen. Breda heeft een festival en vlak voor het festival, dus over een paar weken, dan weten de kinderen, daar gaat hier gebeuren, iets aan jazz gebeuren. Maar daarnaast is het natuurlijk ook gewoon in het muziekonderwijs een belangrijk geschiedenisproject, waarbij kinderen leren hoe de jazz ontstaan is en vanuit die jazz ook alle andere muziekstijlen voortkomen. Zullen we iedereen gewoon nou meelaten? Allemaal meedoen, 1, 2 en 3. Oh, and the saints go marching in. Oh, and the saints go marching in. Oh, and the saints go marching in. When the saints go marching in. Come on again, here we go. Oh, and the sun refuses to shine. Oh, when the sun refuses to shine. Oh, Lord, I want to be in the number. When the sun refuses to shine. Vanaf dinsdag aan de volgende week, 25 april, hangen alle winnende posters in de bibliotheek Nieuwe Vesten. Nummer 3. Nou, gelukkig maar. Geteerd, de derde prijs. Ik zal even het tweede prijs van de sikke wijzer Nora. Applaus voor Nora. Tweede prijs. Hartstikke goed gedaan. Maar nu nummer 1. Nummer 1. Wie zijn jullie? Ik ben Maaike. En van welke school? En Paulus. Eerste prijs. En dan moet jullie goed kijken. We gaan met Breda hoe die zingen. Met de handboxen. Dus het bent er goed op hoe het gaat. Want straks moeten we met z'n allen doen. Dit liedje is een amazing tune. Dit maar met z'n allen doen. De Breda Groovy. De Breda Groovy. Op net hoor. De Breda Groovy. Zeg bedankt daarmee. De liedje heeft een groovy light. Met de heupen. En met een bordje wordt je dubbel ziek. De Breda Groovy. De Breda Groovy. Ja. Op de tonen van de Breda Boogie eindigen we dit item van het Breda Jazz project voor basisscholen van Breda. We hebben genoten van een leuk evenement voor de kinderen en ik denk dat de kinderen ook flink genoten hebben. Ze hebben flink meegedaan, gezongen en gedanst en zoals je ziet een heel leuk einde.
Oké, jij bent? Eerst. Jij bent Fleur? Meike. Oké, jullie hebben de poster gewonnen. Met de jullie poster. Wie is op het idee gekomen? Van de poster. Van de postercellen? Samen, want ik had een beetje het drumstijl in gedachten en Meike had de pijlen allemaal bedacht. Dus het combinatie. Ja. En jullie zijn blij met die prijs? Zeker. En nu gaat de hele familie naar de bibliotheek om te kijken? Ja, geen idee. Ik heb gelezen dat 5 jaar geleden dit project Nieuw Leven is ingeblazen. Kunnen jullie iets vertellen over het verleden voor die 5 jaar? Nou, dat kan ik wel. Het verleden was dat het georganiseerd werd door de schoolbegeleidingsdienst. En dat is jaar achtereen gebeurd. We zijn begonnen in Concordia, het oude Concordia nog. Laatst ook nog wel in Sassé. En toen is dat gestopt. De schoolbegeleidingsdienst stopte ermee met de hele organisatie. En toen kwam het eigenlijk eventjes stil te liggen. En dat vonden we uiteindelijk zo jammer. Dat we op een gegeven moment zijn begonnen van, ja, het is eigenlijk wel heel jammer dat dat verloren gaat, zoiets. Dus we hebben de koppen bij elkaar gestoken. Naomi, Bart en ik. En we zijn opnieuw begonnen. En we hebben er weer een nieuwe draai aan gegeven. Ja, we hebben het verfrist, zeg maar. Nieuwe dingen erbij gedaan. En nieuwe uitstraling gegeven. Dus nieuw leven ingeblazen.